Ja, welkom bij Autisme TV. Je bent jong en je wil wat. Leuke vrienden bijvoorbeeld. Of een relatie. Intimiteit, seks. Het zijn eigenlijk allemaal normale behoeftes van jongeren, of je nou wel of geen autisme hebt. Maar het wordt wat lastiger als je autisme hebt, omdat je sociale vaardigheden nodig hebt om dat allemaal voor elkaar te krijgen. Nou, daar gaan we het over hebben vanavond. Over seksualiteit en vriendschap. En we hebben de gast, Kirsten Grace Lord. Onderzoeker, vat ik het maar even samen. Maar wat is jouw relatie met het onderwerp? Ik ben programmaleider van de academische werkplaats Autisme Samen Doen. En binnen die werkplaats hebben we een werkgroep die zich richt op het thema relaties. Dus vriendschappen, intieme relaties. En daar ben ik de trekker van. Ik doe zelf al onderzoek naar dit onderwerp zo'n 10 jaar. Dus vandaar dat ik die rol heb genomen. Ja. Even over die werkgroep. Wat doet die werkgroep precies en wat is het doel? Het uiteindelijke doel is om ervoor te zorgen dat jongeren met autisme eigenlijk zo goed mogelijk toegang krijgen tot educatie op het gebied van relaties en seksualiteit. Wij zelf hebben al lange tijd onderzoek gedaan naar echt specialistische interventies die in de GGZ zijn ontwikkeld om jongeren met autisme goed op weg te brengen in hun sociale ontwikkeling en op richting relaties en intimiteit. Maar goed, dat wordt natuurlijk dan echt in zo'n hele beperkte setting aangeboden waar lang niet iedereen komt als het goed is. Je zou veel liever willen dat jongeren met autisme al veel eerder gewoon in het regulier onderwijs op school als onderdeel van hun normale sekseducatie al op een hele goede manier worden voorgelicht. Ja. Tegenwoordig is dat ook verplicht, die voorlichting. Maar wordt dan wel gedaan op een manier voor jongeren zonder autisme. En wij wilden ervoor zorgen dat ook op gewone scholen docenten beter weten hoe ze hun sekseducatie op zo'n manier kunnen geven dat het ook voor jongeren met autisme geschikt is. Nou, we gaan even kijken naar een plaatje. En dat kan je misschien even toelichten. En dat gaat over de verschillende mogelijkheden, pakketten of lesmethodes. Ja, hoe noem je het? Lesmethode, pakketten, net hoe je eigenlijk what's in a name. Wat we van autisme weten, autisme, hè, het is niet je hebt wel of niet autisme. Mensen zijn meer of minder sociaal begaafd. Ja. En op het meest extreme einde noemen we dat dan klassiek autisme. De wat mildere gevallen, het woord mild is, valt ook over te discussiëren, maar PDD-NOS, enzovoort. Tot mensen die juist sociaal enorm vaardig zijn. Mm-hmm. Voor die hele gevallen die daar heel veel begeleiding in nodig zijn, pakketten, wat ik al zei, zoals Ik Puber. Ja, die zien helemaal aan de rechterkant. Precies, helemaal aan de rechterkant. Ja. Die echt speciaal ontwikkeld zijn, individueel, 18 keer. Zodat je echt één op één heel uitgebreid op het onderwerp in kan gaan. Echt toegesneden op de persoon. Ja. Niet alle mensen hebben zo'n intensieve behandeling nodig. Soms kan het ook al toereikend zijn om dat in een groepsetting te doen, maar wel binnen de GGZ of binnen het speciaal onderwijs. Dus in de klas, maar wel in een klas waar meerdere jongeren een ontwikkelingsstoornis hebben. Er zijn een hele waaier aan verschillende pakketten die geschikter zijn voor verschillende doelgroepen. Je hebt van de week een studiemiddag erover gehouden. Vorige week was dat, daar waren wij ook. En we hebben daar twee pakketten uitgelicht, die gaan we vanavond ook bespreken. Ja. Dat is het programma Peers, een Amerikaans programma, en Lang Leven de Liefde, zoals je net al zei. Hè? Die twee gaan we vanavond belichten. En die pakketten, de eerste Peers is eigenlijk bedoeld voor het maken van vrienden. Hè? Ja. Jongeren leren hoe ze vrienden moeten maken. En het tweede pakket is veel meer een klassikaal pakket wat aan seksuele vorming doet. Ja, toch? Klopt. Vat ik het goed samen zo? Ja. Dan gaan we beginnen met Peers in het eerste deel van dit programma. En we komen straks terug bij Lang Leven de Liefde. Ja. Kun je even in het kort vertellen, wat is Peers precies? Nou, Peers staat voor Program of Education and Enrichment for Relational Skills. Hele mond vol. Maar een mooi acroniem. Het is dus een educatief programma, maar het is niet alleen voorlichting. Het is ook echt een training van vaardigheden die nodig zijn voor het maken en behouden van vrienden. En ja, dat kun je een SOFA-training noemen. Sociale vaardigheidstraining. Zo wordt dat dan vaak genoemd. Maar hij is echt gefocust op vriendschappen. Want jongeren met autisme die denken niet, ik wil sociale vaardigheden. Die denken, ik wil ze graag vrienden. Ja. Dus het is echt toegespitst op hun doelen. Oké. Okay. Nou, bewezen effectief ook? Ja.
En eigenlijk op twee manieren, hè, want vaak noemen ze interventies evidence-based en dat klinkt dan heel mooi. Maar wat bedoel je daar nou eigenlijk mee? Nou, ze heeft, Liz Logeson, die de interventie heeft ontwikkeld, heeft twee belangrijke dingen gedaan. Allereerst heeft ze goed van tevoren onderzocht van wat is er nou eigenlijk allemaal bekend over de problemen waar mensen met autisme tegenaan lopen. Maar nog veel belangrijker, eigenlijk de vaardigheden waarover mensen beschikken die wel heel goed zijn in het maken en behouden van vriendschappen. Precies, wat zijn nou die succesfactoren? Want dat is dan wat we ze willen leren. We willen ze niet zozeer dingen afleren die niet zo lekker gaan. Dat is heel negatief. Nee, we willen het positief bestempelen en kijken wat is het dan wat je in huis moet hebben om succesvol daarin te zijn. Dus dat heeft ze heel gedegen uitgezocht. Nou, we gaan kijken naar Liz Logeson, hè, de ontwikkelaar, psycholoog, Amerikaanse psycholoog, ontwikkelaar van dit programma. Want die was op die studiemiddag. Klopt. Vorige week. Die vertelde daar het verhaal over Pierce. En we hebben daar een klein stukje uitgehaald waarin ze vertelt over de sociale beperkingen van jongeren met autisme. But across the spectrum, what you typically see in terms of social deficits are poor social communication. And what that often looks like is a lot of what I call conversation hogging, where the kids are sort of monologuing or lecturing to the other person, kind of talking at them rather than with them. They also tend to focus on restricted interests, so they have a lot of repetitive themes in their conversations. Poor social awareness is also an area that we often see in autism, and that's really just difficulty understanding the social landscape that they live in. For example, we do trainings across the globe, and one of the things we've discovered is that wherever you are on the planet, there's groups of kids and they kind of congregate around shared interests, whether it be around sports or maybe academics. Often for our kids, they're into gaming or science, maybe computers or technology, anime, comic books, probably sounds familiar. And these groups of kids, they all kind of congregate around some kind of shared or common interest. And what's fascinating about kids with autism is they know these groups exist. And a lot of people are surprised by that, but they actually know the groups exist. What they don't understand is the function of those groups. In other words, if I'm really into video games, I love playing video games and I'm good at it, who should I hang out with? The gamers, of course. And where will I find them? Well, they're walking around with little gaming logos on their t-shirts and they have gaming devices and they join gaming clubs. And so we have to decode the social world for them to help them find a potential source of friends. We also know that poor social motivation is something that's often discussed in autism. I think it's a bit of a misnomer to say poor social motivation, because I think on the surface, many kids with autism look like they're not motivated to make and keep friends, but in reality, they're just less socially engaged. They often want to have friends, they just don't know how to have friends. And actually, they do experience tremendous loneliness often as a result of this social isolation. Finally, we also know that poor social cognition is another hallmark feature of autism. And what that really means is sort of perspective taking. It's putting yourself in someone else's shoes and being able to anticipate how they might think or feel or react in a given situation. It's sometimes referred to as theory of mind. Empathy is often implicated in social cognition, but it's that perspective taking. Now, those are broadly some of the social deficits that you see in autism. But in terms of the consequences of these behaviors, one thing that we know is that when it comes to social deficits, whether a kid has autism or not, you typically find two types of kids. They're either peer rejected or socially neglected. And again, this is common in autism, but really across the board, it's not just kids with autism that struggle socially. You get these two types of kids, peer rejected or socially neglected. Now, to explain the difference, the peer rejected kids are the ones that are actively seeking out their peers, but they're getting pushed away for some reason. Maybe they hog conversations, maybe they talk about the same thing all the time, maybe they're trying to be a funny joke teller all the time, nobody else maybe is laughing, maybe they're barging into conversations, they're off topic. And they tend to have sort of bad reputations with their peers, but they are actively seeking out their peers, they're just getting pushed away. They're often teased and bullied too as a result of some of their behaviors. Now, the other hand of this social spectrum, you have the socially neglected kids. These are the kids that are often seen as shy, maybe timid, withdrawn. They go unnoticed, essentially, and they're often
seen as sort of, more timid than the other kids. They're not actively trying to seek out their peers, and they, as a result, go unnoticed by their peers. Now, if you want to predict if a kid is socially neglected or peer rejected, you don't even really have to see them in their social milieu. You can simply think about their diagnoses. Now, in autism, most of the kids that we work with, they have comorbid or co-occurring diagnoses, right? What are some of the co-occurring diagnoses that they have in addition to autism? ADHD is common, right? What else? Anxiety, depression, exactly. Those are kind of the big three, ADHD, anxiety, depression. Of those three groups, who's more likely to barge into conversations, be off topic, talk about whatever they want to? The kids with ADHD, the impulse control issues. And who's more likely to not even try to socially engage their peers? The anxious, depressed kids. So without even seeing them in the school setting or their social milieu, you have a pretty good clue about what's happening with them socially, if they're peer rejected or socially neglected. The good news, though, for teaching social skills to these groups of kids is that if you do your job right or correctly, you're going to be teaching the same skills, whether they're peer rejected or socially neglected. And that's because you want to teach what are called ecologically valid social skills. Not what we as adults think that kids should do, but what kids who are socially successful are naturally doing. And it doesn't matter if you have anxiety or depression or ADHD, they're going to be the same skills. However, what they struggle with is going to be slightly different. So keep that in mind. Another consequence of these social deficits that we see in autism is difficulty with conflict resolution. And in fact, a lot of kids in the spectrum, they'll get into arguments with their friends, which isn't uncommon. Teenagers get into arguments with their friends, but what happens to the friendship for a kid with autism when they get into an argument with their friends? They terminate the friendship. I don't know if you've noticed that or not, but they kind of end the friendship. Think about, why do they do that? Well, they're very dichotomous thinkers, kind of black and white thinkers, and so they're either getting along with their friends and their friends, or if they're not getting along with their friends, they're not friends anymore. And so the idea is that we have to teach them conflict resolution skills. They're not going to have very many friendships if every time they have a disagreement, they terminate the friendship, they end it. Bottom line, though, whether a kid is peer rejected or socially neglected, these kids really struggle with close, meaningful friendships. However, if you were to ask a kid with autism if he or she had friends, what will most of them say? They'll say, yes, they have friends. And then you investigate further, and they either can't name anyone, or they'll name everybody at school, but they've never had a get-together, or they've never hung out with any of them. So they tend to have rather poor friendship quality. Yeah. Dat is een grote zorg van veel ouders. Heeft mijn kind met autisme wel vrienden? En als die zegt dat hij vrienden heeft, klopt dat dan ook? Zijn het ook echte vrienden? Hoe belangrijk is vriendschap? Nou, vriendschap is heel belangrijk. Ik denk veel mensen daarmee eens zijn, maar juist voor jongeren met autisme. Vaak behoren zij dus, zoals Liz eigenlijk ook al uitlegde, tot een groep die genegeerd worden of zelfs gepest. En als je geen vrienden hebt en je dus op dat schoolplein helemaal alleen staat, je eigenlijk niet een soort buffer om je heen hebt van mensen die voor jou op kunnen komen of je beschermen, dan word je veel makkelijker het mikpunt van pesterijen. Dan weet je, eigenlijk als je al maar één persoon hebt om bij te staan en waar je mee in gesprek kan zijn, wordt dat al moeilijker. En als je er een stukje meer hebt, wordt dat steeds makkelijker. En kan je ook zeggen, het zijn mogelijk voorspellers voor problemen op latere leeftijd? Ja. Klopt inderdaad. Dus als mensen haast geen vriendschappen hebben, dan blijkt uit onderzoek dat dat een voorspeller is voor het hebben van angsten en depressies op latere leeftijd. Ja. Maakt het ook wat uit hoeveel vrienden je hebt? Kan één goede vriend genoeg zijn? Nou, één goede vriend is al veel meer dan geen en al super, zoveel belangrijker. Daarna, of het er nou 2, 3, 4 zijn. Eigenlijk zit het hem vooral in de kwaliteit. Dus dat het goede, close vriendschappen zijn. Mensen waar je echt op kan rekenen. Wat wederzijds is. Mm-hmm. En kwantiteit is dan eigenlijk minder belangrijk. Maar nog even naar close vriendschap. Hè? Want iemand met autisme kan zeggen dat hij een goede vriend heeft. Maar dat is, wij verstaan denk ik wat anders soms onder een close vriendschap. Hè? Dat is die wederkerigheid. Ja. Is dat iets waar mensen met autisme anders over denken? Nou, ze kunnen daar wel betere voorlichting over krijgen van wat is dat dan precies een vriendschap. Hè? Dus een vage kennis versus al een wat betere kennis versus een gemeenschappelijke vriend versus iemand die je echt vaker ziet enzovoort. Hè? Dus dat is ook weer een soort spectrum, continuum, ja. Ook weer een soort spectrum van hoe close is een vriendschap. Maar
je kunt ze ook goed uitleggen over wat eigenlijk maakt dat mensen... Want wat is zo close? Hè? Wat is nou, wanneer ben je dan? Wanneer heb je dan een klik? Het zijn allemaal van die woorden die eigenlijk heel wollig en vaag zijn. Dat is geen definitie voor, denk ik eigenlijk. Nee, maar wat juist zo mooi is in Peers is dat zij dat eigenlijk heel concreet en bijna meetbaar gemaakt heeft en uitgeplozen heeft in kleine stapjes. Waarbij ze eigenlijk zegt, de basis voor een relatie, en dat kan dus een vriendschap zijn, of een intieme relatie, of dus ook een professionele relatie, is dat je echt een gedeelde interesse hebt. Ja. Als jij samen een bepaald onderwerp of hobby of activiteit samen heel erg leuk en interessant vindt, dan is dat wat eigenlijk de voedingsbodem is voor het ontstaan van een vriendschap. Oké, we gaan even naar Peers, even een beetje de diepte in, want het gaat over het aanleren van sociale vaardigheden, hè, om die vriendschappen te maken. Daar werd het nodig over gezegd op die studiemiddag. We hebben nog een fragmentje van een collega van jou, waarin wat meer ingegaan wordt op hoe Peers dan in elkaar zit. Ja. Binnen Peers werken we kleine groepen van 7 tot 10 jongeren, waarbij twee trainers zitten die de jongeren ondersteunen en die ze dingen aanleren. Nou, 14 wekelijkse sessies. Waarbij altijd eerst begonnen wordt met het nabespreken van het huiswerk van vorige week. Daarna zal er een didactische les plaatsvinden. Die altijd begint met een foutief rollenspel tussen de beide trainers. Zodat jongeren echt het foute gedrag kunnen zien. En daar komt ook de cognitieve strategie aanleren komt daar om de hoek kijken. Dat we de jongeren zelf laten bedenken wat er fout ging in het rollenspel. En dat mogen ze zelf aangeven. Als coach en als trainer ben je ondersteunend erin natuurlijk. Maar laat je het wel zelf zien. Daarna komt een gedragsoefening. Daarna komen de regels die bij dat bepaalde rollenspel horen. Hoe kom je bijvoorbeeld goed in contact met iemand? En daarna laten de coaches of trainers het goede rollenspel zien. Zo beklijft dat echt goed bij de jongeren. De regels worden laten zien. Daar wordt laten zien hoe ze goed moeten toepassen. En daarna kunnen ze zelfs ook oefenen in de... Daarna kunnen ze de nieuwe vaardigheden oefenen in rollenspellen met elkaar. Daarna komen we het voorbespreken van de huiswerkopdrachten, dus dat ze die opdrachten daadwerkelijk thuis gaan uitvoeren. En is de betrokkenheid van ouders ook ontzettend belangrijk, want de ouders worden in parallele sessies als sociale coach opgeleid, waardoor ze dus meekrijgen wat hun jongeren leren en ze ook gaan ondersteunen buiten de groep in het gedrag generaliseren naar buiten de behandelsetting in principe. Ja, er zitten veel elementen in die methode van Peers. Maar wat zijn nou de echt krachtige kernelementen van Peers? Wat maakt dat het pakket zo werkt? Nou, dan wil ik er eigenlijk 3 noemen. Allereerst al wat ik net al een beetje beschreef, dat het gebaseerd is op die ecologisch valide vaardigheden. Dus dat er echt wordt uitgegaan van de vaardigheden die aangetoond zijn, waarvan is aangetoond dat de dingen zijn die mensen die sociaal succesvol zijn vertonen. Dus dat is inhoudelijk een heel sterk element. Een tweede ding is dat voorbeelden van sociaal gedrag wat onhandiger of juist handiger is worden laten zien. Ofwel door het voorspelen in rollenspellen of videodemonstraties. Dat is A, heel visueel, waar mensen met autisme vaak een voorkeur voor hebben. Maar wat er vervolgens ook bij wordt gedaan, is dat er vragen worden gesteld. Waarbij degene die de videofragmenten bekijkt, eigenlijk wordt uitgedaagd om het perspectief aan te nemen van de mensen in die sociale situatie die wordt uitgebeeld. Waarbij je eigenlijk als het ware gedwongen wordt om echt eens na te denken van ja, maar hoe was die situatie nou eigenlijk voor de andere persoon? Wat vond hij dan van diegene die bijvoorbeeld heel veel vragen stelde? Denk je dat hij dan zin heeft in nog eens een gesprek met die persoon? Waardoor ze echt gaan reflecteren op sociale situaties en daarmee wat we noemen de sociale cognitie, wat Liz Logerson ook al noemde, echt getraind wordt en gestimuleerd wordt. Ja. En is dat duurzaam? Want dat is eigenlijk inderdaad het derde element. Dat ouders ook zo nauw betrokken worden. En dat kunnen ouders zijn, maar dat kan ook iemand anders, een naaste zijn die veel in het dagelijks leven bij de jongeren betrokken is. Want inderdaad, het is leuk om die vragen te stellen tijdens zo'n videofragment. Maar als je echt wil dat in het dagelijks leven een jongere ook nadenkt over situaties. Nou, in het moment is het niet zo handig als iemand je gaat staan coachen. Maar vlak daarvoor of vlak daarna is het natuurlijk heel fijn als iemand waar je je vertrouwd bij voelt, even met jou spart
over nou, hoe ga je dit aanpakken? En ook als een situatie voorbij is, hoe denk je dat dit... Ja, hè? En hoe denk je dat dit voor de ander was, enzovoort. En als je dat op een opbouwende manier doet, dan blijft zo iemand ook als een soort... zijwieltjes, om die analogie maar te gebruiken, eigenlijk in de buurt. Waarbij diegene natuurlijk ook weer goed moet leren wanneer die tips moet geven, hoe die tips moet geven. En ook wanneer het misschien eens goed is om geen tips meer te geven. Want uiteindelijk wil je iemand natuurlijk ook in zijn eigen kracht houden. Ja. Ik moet nog even denken aan één dingetje, want kinderen krijgen ook huiswerk mee. Ja. Die moeten dus aan de slag. En wat mij ook opviel in die methodiek is dat kinderen bijvoorbeeld de opdracht krijgen van... Ga op zoek naar een vriend. Ga eens een vriendje uitnodigen thuis. He, zoek iemand met een gedeelde interesse. Nodig je thuis uit. En dat soort praktische dingen zitten dus ook heel erg sterk in. He. Ja, want huiswerk, bij dat woord denk je al snel dat iemand moet gaan zitten blokken en leren. Ja. Terwijl heel veel jongeren met autisme zijn super slim. Dus die snappen het allemaal op papier wel. Ja. Maar als je dat vervolgens niet in de praktijk brengt, dan blijft het daar een beetje bij. Dus ze krijgen echt een stok achter de deur om ermee aan de slag te gaan. Ja. En nou ja, als jij dus een bepaalde interesse hebt, ga dan op zoek naar mensen die interesse ook hebben. Knoop daar eens een gesprekje mee aan. Als je daar een paar keer met ze hebt gepraat, spreek misschien eens wat met ze af. En zo is de training echt opgebouwd, zodat ze gaandeweg waarschijnlijk ook echt... een aantal prille vriendschappen hebben opgebouwd. Want als je die niet hebt, dan kun je die vaardigheden ook niet in de praktijk brengen. Nee. En dan zal het heel snel weer een beetje inzakken. En het idee is natuurlijk dat het juist moet gaan groeien. Dankjewel, dit was Piers. Ja. Ja, nou, we gaan naar het tweede pakket. We hebben het al aangekondigd. Lang leven de liefde heet dat. Een lespakket over liefde, relaties en seksualiteit. Vooral gebruikt in het onderwijs. Ja. Voortgezet onderwijs, tweede klas. Als ik het goed zeg, moet me maar verbeteren. Wie is de doelgroep? Is de tweede klas, maar is dat een brede groep? Dus van VMBO tot Atheneum? Ja, precies. Gymnasium? Eigenlijk gewoon al het voortgezet onderwijs. Het is gewoon voor regulier onderwijs. Hè? Want wij dachten, je kan wel iets heel mooi speciaal voor mensen met autisme ontwikkelen. Dat hadden we al gedaan. Maar ja, dan moet je dat heel erg aan de man gaan brengen. En er wordt al zoveel gebruikt. Dus waaronder dus dit soort pakketten. Dit is ontwikkeld door Rutgers. Dat is een hele bekende partij op dit gebied. Dus dit is al eigenlijk iets wat veel gebruikt wordt. Dus het leek ons veel logischer om daarvan te kijken. Nou, is dit eigenlijk ook werkzaam voor jongeren met autisme? En als het op een bepaalde gebieden misschien een beetje aangescherpt moet worden, kunnen we daar beter tips over geven dan... iets anders eigenlijk proberen te verspreiden. Dus het soort, daar is eigenlijk waar de specialistische GGZ, het reguliere onderwijs, elkaar hebben gevonden. Ja. Oké, we gaan kijken naar een promo over lang levende liefde. Jongeren en seks. Wat doet dat nou eigenlijk met jullie en hoe houdt het jullie bezig? Het is belangrijk dat je als jongere, maar ook als ouderen, dat je nadenkt over wat je wel en wat je niet wilt op het gebied van seksualiteit. Wellicht denk je van, oh, ik weet er alles al van, maar ik hoop dat iedereen er toch echt iets van opsteekt. In het begin natuurlijk is altijd nieuw en dan denk je van, ja, ik mag wel even met me antwoorden, want je weet nooit hoe je klasgenoten op reageren. Hoe komt het dan ook dat juist als je er zoveel en zo makkelijk over kan praten, dat je dan ook het hardst moet lachen? Want dat hebben wij ouderen niet meer. In het begin vond ik het al ongemakkelijk. Toen dacht ik van, nou moeten we met z'n allen daarover gaan praten. Maar tijdens de les vorderde, zeg maar, toen vond ik het eigenlijk wel, vond ik het helemaal geen probleem. Ik weet het niet wie het was, maar ik heb hier nog beffen, vingeren, knikken. Nou, ik denk dat het zelf een beetje voor zelf spreekt. Dat je elkaar een beetje respecteert en niet uit gaat lachen midden in de klas. Maar je zegt dus van, ik vind het eigenlijk wel normaal dat de jongen een tas voor het meisje koopt en dan vervolgens vindt dat hij daar seks voor verdient. Nee, eigenlijk niet. Er kwam goed discussie los bij de leerlingen en ook tussen de leerlingen en mijzelf. Ze waren open, ze durfden hun mening te geven. Hoeveel procent van de jongeren gebruikte de eerste keer een condoom? Ja, mag ik hem helpen? Ja, tuurlijk mogen jullie elkaar helpen. Nou, dat is toch een ring, dat wordt ingebracht vlakbij je baarmoeder. En er zit een soort hormonenstofje in. Ik heb 2 uur de tijd voor deze les. Gaat ik dat weer vol krijgen? En ik hield ineens materiaal over. Dat is beter dan dat ik tijd overhoud. Ze hadden ook veel vertrouwen in wat ze vertelden. En waar kijk jij nou naar bij mannen? Bij mannen?
ja, of ze, als ze ouders zijn en ze zien er nog steeds goed uit. Het onderwerp viel lichter voor mij dan ik had verwacht eigenlijk. Je hebt toch geen meisje bij vast ongesteld is? Stel nou dat het toch gebeurt. Ja, maar wie doet dat nou? Sommige ouders die willen er niet over praten. Heeft misschien met cultuur te maken. Dan is deze les wel belangrijk dat ze tenminste wat informatie krijgen. Ja, ik heb wel momenten van zwakte. Misschien komt dat ook omdat ik zelf vroeger best wel veel gepest ben. Het is maar net hoe je er zelf in staat. Hoe sterk je daar zelf in bent, hoe gevoelig je daar zelf voor bent. Het is toch wel grappig om dan weer informatie te krijgen over dingen waar je zelf nu in qua leeftijdsfase in zit. Het is gewoon kennis delen met elkaar. En ik denk niet dat alleen een docent de kennis heeft. Als je in zo'n situatie komt dat je seks met een jongen hebt gehad, kunnen meisjes zich ook later zich onzeker voelen. Op het moment dat een leerling iets toevoegt aan mijn les, deelt hij kennis met mij en leren we van elkaar. Ik wist niet dat je via anale seks een SOA kon krijgen, dat wist ik niet. Bijvoorbeeld, dat is dan een punt dat je even hebt, dus je nieuws in die zin geleerd. Ik merkte ook aan mijn klasgenootjes dat sommigen dachten, oh, dat wist ik helemaal niet dat dat zo ging. Dus, en die dat dan nou wel weten. En iedereen kan wat bijleren of het opnieuw horen. Dat is nooit fout. Ik zou er nog wel een uurtje over door kunnen praten met z'n allen. Ja, dat was hem. Sluit ik nu de les af en hartstikke bedankt nogmaals. Ja, dat was Lang leven de liefde. Het wordt gebruikt in klassen. Nou kan ik me voorstellen, een klas met kinderen met en zonder autisme. Het zit allemaal dwars door elkaar, zo'n pakket wordt gebruikt. Dan is die... Het gebruik van heldere taal is denk ik wel heel erg belangrijk ook. Hè? Dat je eenduidig bent in je taal. Ja. Hebben jullie dat ook meegenomen in de beoordeling van die trainingen en die pakketten? Ja, we hebben eigenlijk van zowel Lang leven de liefde als andere bestaande pakketten... hebben we beoordeeld hoe autismevriendelijk ze zijn. En nou ja, wat is dan autismevriendelijk? Mm-hmm. Hebben we echt ook helemaal een soort meter gemaakt... van eigenschappen die een methode moet hebben, zodat die goed aansluit... bij de cognitieve stijl die mensen met autisme meestal hebben. En waar zij vaak moeite mee hebben zijn... en ik denk niet alleen mensen met autisme... ik denk dat alle mensen het eigenlijk lastig vinden... als woorden dubbele betekenissen hebben. Of als er... vaak kan een metafoor of een analogie best goed werken om iets uit te leggen. Maar als je dat doet om het allemaal een beetje te bedekken... en het daarmee vaag en... warrig te maken. Hè? Dus in seksualiteit gaan sommige ouders het maar over bijtjes en bloemetjes hebben... omdat ze zich eigenlijk een beetje ongemakkelijk daarbij voelen. Dat werkt echt niet. Nee. Nou, dat waren ze inmiddels ook wel achter in sekseducatieland. Dus veel van die interventies waren daar al goed op. Ja. Maar daar zijn we dus inderdaad helemaal ingedoken. Ja. Het was wel leuk op jullie studiemiddag weer een aantal anekdotes verteld ook... Hè, die hier specifiek over gaan. Ja. Nou, dat hebben we opgenomen. Dus we gaan even kijken naar een aantal anekdotes. Ik moet heel vaak denken aan een jongen die ik nog tegenkwam de tijd dat ik sociotherapeut was. Die was, had zijn eerste zaadlozing gehad, of een natte droom zoals we dat noemen. En die was daar zo van geschrokken dat hij zijn piemel niet meer wilde aanraken en ook niet meer om te wassen. En je snapt dat dat een enorm gedoe werd. Maar ook een jongen die heel obsessief ging masturberen nadat hij zijn eerste zaadlozing had gehad. Dus het kan, dat autisme kan een enorme rol spelen bij hoe je daar verder mee omgaat. Bij meisjes is het minder zichtbaar, hè, op die leeftijd nog. Ik moet ook denken aan een klassengesprek. Het was een derde klas, jongens van 15, waarbij de vraag was, een stelling, hoe vaak masturbeer je per week? En toen zei iemand, per week, per dag, 3 keer. En iemand anders zei, 3 keer per dag, ik doe het maar 1 keer per week, maar wat is nou normaal? En dat werd eigenlijk een heel mooi gesprek. En je zag dat ze voldoende openheid en veiligheid hadden om het erover te hebben. En ook meteen leerden, oh ja, er is dus niet één norm, er is ook niet een regel of zo. Het is bij iedereen anders. En Jacqueline had een mooie anekdote van haar zoon. Nadat hij zijn eerste zaadlozing had gehad, ging hij aan iedereen die tegenkwam vragen, heb jij dat nou ook wel eens gehad? Dus je ziet dat hele expliciteren waar het steeds over gaat, eigenlijk heel belangrijk is om de jongeren met autisme op weg te helpen op het gebied van seksualiteit. Hygiëne speelt een belangrijke rol en seksuele gevoelens meer op die jongere leeftijd. Als het wat ouder wordt, zie je dat je dat soms ook moet gaan expliciteren. Sanne heeft een mooi voorbeeld van een jongen waarbij ze dachten, nou, we moeten het heel duidelijk maken. We nemen masturberen op in zijn dagprogramma. Dus er was een mooi picto voor. Maar ja, de tijd was een uur. Dus hij dacht, ik moet een uur masturberen. En wij maar denken dat we heel duidelijk zijn en dat we zo'n jongere helpen. Maar dat pakte dus helemaal verkeerd uit.
Jacqueline had ook een mooie anekdote. Die zei, ja, we hadden het aan de tafel over aftrekken. En hij wilde er niet meer over praten. En Jacqueline dacht, nou ja, hij wil gewoon niet over seks praten. Maar hij had het zo letterlijk genomen. Hij dacht, ik trek mijn piemel eraf. Daar wil ik niet meer over praten. He, dus heb je genoeg anekdotes waarbij wij als typical developing mensen denken dat we heel duidelijk zijn. Maar dat is dus toch niet altijd zo. Zo ook met condoomgebruik. Ik werkte op een school voor HAVO-VWO. Dus we dachten, we moeten niet met een bezemsteel aankomen. We gaan een goede, op een echte piemel lijkende dildo aanschaffen. En dan leggen we het uit. Dan leggen we ook nog uit dat het in het echt dan niet dat je dan een dildo moet kopen. En daar het condoom over moet doen. Maar dat je dat bij jezelf moet doen. En, maar nog steeds werd dan aan het einde van de les gevraagd. Maar waar moet ik nou uiteindelijk, als ik het echt ga doen, dat condoom over doen? Dus je moet zo zoeken naar manieren om het duidelijk te maken. Wat we vaak deden bij de jongere kinderen was het voordoen in de klas. Bij de 15-jarigen ongeveer lieten we ze allemaal oefenen. Op diezelfde dildo gingen gewoon al die jongens en die meisjes braaf met dat condoom oefenen. En we gaven ook vaak het advies ook aan ouders, ga thuis ook eens oefenen. Gewoon op zijn kamer, in de badkamer, waar die het ook maar wil. Want het is best een ingewikkelde handeling. Sensorische overgevoeligheid komt vaak voor. Als je daar pas achter komt op het moment dat je daar... He, met iemand die je leuk vindt ligt, is dat toch een stuk ingewikkelder. He, dus die samenwerking met thuis is ook heel erg belangrijk. Ja, nou, deze methode is inmiddels ook erkend als een effectieve methode, he, voor seksuele vorming. Ja, wat heet effectief, maar het heeft in ieder geval jullie goedkeuring gekregen. Ja. Als autismevriendelijk lespakket. He? Ja, nou, we hebben het in ieder geval bekeken als wat ze dan noemen een best practice. Dus we hebben in een klas gekeken hoe iemand met dit lespakket aan de slag ging. Dit was wel een docent die ontzettend veel ervaring had met jongeren met autisme. Ja. Dus die had zelf gewoon heel veel vaardigheden om dat lespakket op de juiste manier aan te bieden. Want dan zeg je wat, hè, docenten, dat vraagt toch nog wel wat van docenten. Ja. Hè? Voorlichting geven over seks praten in de klas. Ik kan me voorstellen, docenten, dat ze wat huiverig zijn. Ja, precies. Dat noemen ze in vaktermen dan handelingsverlegen. Ja. En dus dat ze wat ongemakkelijk zijn daarmee. Dat is sowieso bij dit thema. Maar omdat jongeren met autisme dus nog meer nodig hebben dat je niet allerlei bedekte termen gebruikt, dat je gewoon heel straightforward bent, nou, daar moet je je gemakkelijk bij voelen. Ja. En daarom heb je mensen nodig die uit dat hout gesneden zijn. Maar je kunt natuurlijk mensen ook wel een beetje leren hoe ze dat soort vaardigheden kunnen gaan beheersen. Ja, nou, dat is misschien een mooi bruggetje naar het laatste fragment wat we laten zien. Want daarin gaat het over tips voor docenten als ze dit soort pakketten in de klas willen gaan gebruiken. Zeker. Ja, dus wat we jullie heel praktisch toch nog mee willen geven is, neem je tijd, zowel in de voorbereiding als in het uitvoeren. We weten allemaal dat de informatieverwerking anders verloopt. Hou er rekening mee. Werk goed samen met je collega's. Wij deden het altijd in tweetallen, het liefst een man en een vrouw. Werk goed samen met ouders en met hulpverleners, als die er zijn. Expliciteer alles, herhaal het, visualiseer, duid, maar vooral check. Ga heel goed na, is het overgekomen zoals ik het bedoeld had. Hè? Je moet nu steeds maar denken aan het voorbeeld van jou, Jacqueline, dat je denkt, hij wil niet over seks praten. Nee, hij nam de aftrekken heel letterlijk. Hè? Dat kan natuurlijk ook zo zijn. En wat wij ook heel veel hebben gezien, is dat jongeren op basis van informatie in de media, bijvoorbeeld, of dingen die ze gehoord hebben, heel erg idiosyncratische gedachten hebben over seksualiteit, over hun eigen lichaam, over wanneer je goede seks hebt. Soms speelt pornografie daar een rol in, of manga. Hè? Een meisje en jongeman in gehad die dacht dat hij alleen maar seks kon hebben met manga-meisjes. Nou ja, het is goed als je dat soort dingen weet, want dan kan je je daar ook rekening mee houden. Wees alert op en nieuwsgierig naar die idiosyncratische en soms rigide cognities. Geef een jongere de kans om erop terug te komen, individueel als het nodig is. En vertrouw er zelf op dat je aldoende ook weer leert. Dus bereid je goed voor, weet wat je gaat doen, maar ga het dan ook maar gewoon doen. Het is de enige manier om erachter te komen dat het ontzettend leuk is om met jongeren met autisme over seksualiteit te praten. Dankjewel. Ja, lang leven de liefde dus. U ziet het webadres achter in beeld, langlevendeliefde.nl. Daar is meer informatie te vinden over dit lespakket. En ook allerlei handleidingen om ze te gebruiken in de klas. Hoe nu verder met de werkgroep? We hebben nog een heel jaar te gaan, tot augustus 2018. Wat we vooral als doel hebben is om heel veel van die materialen op de website van de Academische Werkplaats Autisme te zetten. Maar goed, het internet is natuurlijk ook een wirwar aan informatie. Dus we proberen ook wel, bijvoorbeeld door deze uitzending, maar ook door lezingen te geven op congressen, die kennis zoveel mogelijk te gaan verspreiden. In die fase zitten we nu. Ja. En we hebben het nog druk met het onderzoek naar peers. Ja.
effectiviteit van peers ja. op de Nederlandse markt, in de Nederlandse cultuur ja. eigenlijk. Hè? Ja, in de Nederlandse cultuur inderdaad. Ik wilde nu graag ruimte geven aan vragen van kijkers, want er zijn een aantal vragen binnengekomen via de chat. We hadden ook al een paar vragen ontvangen via mail. En er zitten een paar vragen bij die, denk ik, wel leven bij meer mensen. Bijvoorbeeld, hoe komt peers beschikbaar? Is peers beschikbaar? Hoe zit het precies? Nou, op dit moment wordt het vooral nog gegeven in de context van dat onderzoek. En dat heeft dus mee te maken dat Liz Logeson eigenlijk heel zuinig is. Want het is een evidence-based interventie en dat wil ze ook zo houden. En omdat de Nederlandse cultuur misschien toch wat anders is dan de Amerikaanse cultuur, hebben we het eerst nog een beetje aangepast en zijn we het nu dus aan het toetsen in Nederland. Mm. Eerste resultaten van een pilotstudie zijn veelbelovend, maar nu doen we dus echt een grootschalig gecontroleerd onderzoek. Okay. Nou, dat zal nog wel een jaartje duren. Maar dan hebben we dus hopelijk ook het bewijs, of in ieder geval de voor's en tegens van de Nederlandse versie mooi op een rijtje. Dan mogen we de handleiding gaan uitgeven en dan mogen we ook trainingen gaan aanbieden om professionals in Nederland op te leiden hierin. En sommige partijen, dus het is niet alleen Julius en Erasmus nu, er zijn al meerdere GGZ-instellingen aangehaakt om mee te doen aan dat onderzoek. Dus die zijn ook al, nu al, er zijn vorige week 63 mensen in opgeleid. Okay. Dus langzaamaan proberen we het zo te verspreiden. Ja, ja. Dus nog even geduld toch, maar er zitten veel goede elementen in en misschien heeft deze uitzending u ook wel geïnspireerd om mogelijk een eigen sociale vaardigheidstraining al een beetje aan te passen of een bepaalde richting op te sturen. Ja, en een jaar klinkt lang, maar is ook zomaar zover, dus meld je alvast aan, dan staan wij klaar om het straks te gaan delen. Okay. Ik heb nog een paar andere vragen, onder andere deze. Ja, ik wil ook wel dat mijn kind graag naar zo'n training gaat, maar heeft geen motivatie. Hoe pak ik dat aan? Nou, Liz besprak het ook al, hè, dat sociale motivatie is eigenlijk een hele belangrijke factor. En helaas is ook gewoon het harde feit, als je niet gemotiveerd bent voor een training, gaat het niet werken. Wat wij alleen zien is dat jongeren met autisme, als je het dus niet gaat zeggen, jij moet sociale vaardigheden leren, maar goh, wil je toch wel graag vrienden maken? Of heb je er een paar maar, is het moeilijk om ze te behouden? Die motivatie is er vaak wel. Dus als je het zo brengt, dan kan dat een ingang zijn. En soms is het helaas ook nodig dat ze eerst nog in een situatie zitten waarin ze toch wat geïsoleerder raken, echt geen vrienden hebben of in het ergste geval gepest worden. En dat ze pas na een tijdje gemotiveerd zijn om dit te leren. Ja. Dan is de tijd er dan rijp voor. Ja, en dan deze vind ik ook erg leuk en eigenlijk ook wel heel gepast, deze vraag. Komt er ook een peertraining voor volwassenen? Want voor jongeren is het misschien wel fijn, maar er zijn genoeg volwassenen die ook wel vrienden willen en niet heel erg sociaal begaafd zijn. Nou, hartstikke fijn dat ze dat vragen, want inderdaad, er is ook een versie al voor jongvolwassenen. Daar zijn we ietsje minder ver mee, maar die zijn we nu ook al aan het piloten. En het leuke daar is dat ook inderdaad er meer aandacht is voor die intieme relaties. En dus bij een 12-jarige ga je misschien nog niet helemaal in op daten, maar op die versie voor jongvolwassenen zijn er 4 sessies ook aan alle stapjes en do's en don'ts van het daten gericht. Oké. Okay. Ja, ik ben er doorheen. We zijn bijna 3 kwartier onderweg, dus het is een mooi moment om af te sluiten. Bedankt voor je informatie. Veel succes met het onderzoeken verder van deze trainingen. Ik denk dat het een hele goede zaak is. U bedankt voor het kijken. Mocht er nog vragen zijn, stel ze via de mail. Kunnen we kijken hoe we daarop antwoorden. En ik zie u graag terug bij een volgende uitzending. Bedankt.